begin wilde ik een soort van stoet maken. Met echt een 7 beelden, echt een beeldengroep. Daarin zat ook een ruiterbeeld. Die persoon die erop zat, droeg ook een vlag mee. En ik was de vlag daarvoor aan het maken. En toen kwam ik eigenlijk bij deze uit. Waarvan ik zoiets had van, die vlag op zich is sterk genoeg. Daar moet geen figuur meer aanhangen, geen paard en geen ruiter, niks. Ik vond dat een sterk teken. Zonder al die andere figuratie, hoeven er ineens niet meer bij. Ik vond de vlag wel altijd een interessant gegeven, omdat dat vaak een beeld dynamisch maakt. Omdat die vlag wappert of die hangt, dan gebeurt er eigenlijk heel veel vormelijk. Een drapage boetseren, en ik vond dat ineens eigenlijk wel ook heel boeiend om dat tevens ook op een hedendaagse manier te benaderen. Om dat eigenlijk een beetje te ironiseren. Ja. Ironiseren, ja. En anderzijds ook herwaarderen. Ik ben best lang bezig geweest met mijn stelling te lassen, want die moest perfect zijn. Want als ik daar een fout in had, dan nam ik ze mee in de klei. Omdat ik heb geen marge, hè. Ik kan niet 10 centimeter opschuiven of ik zit naast mijn stelling te werken. Het is immens zwaar nu, hè, maar toch moet het er licht uitzien. Ik heb al mijn klei erin. Ik heb 2 ton klei liggen, dat weet ik. Dus ik denk dat het er op zit. Ik vind dat je niet per se alleen frontaal moet bekijken. Dus ik ga hem sowieso op een manier plaatsen dat je er wel rond moet gaan. Want er zit heel veel beweging in. En als je aan deze kant komt kijken, hier valt die dubbel. Dus hier gebeurt er net iets meer in de vorm dan aan die andere kant. Dus je moet hem eigenlijk ontdekken door er rond te lopen.